Beste, 4,32 euro, alsjeblieft. Ja, met de kaart, alsjeblieft. Ah, contactloos? Ja, GSM. Apple Pay? Nee, Visa. Huh? Huh? Hey TechLabbers, welkom bij een nieuwe aflevering van TechLab, de Sounds Plausible Edition. In dit onderdeel beantwoorden wij jullie vragen. En de vraag van vandaag komt van Emma. Is betalen met de telefoon veiliger dan met de bankkaart? Wow, goeie vraag, Emma. Beide methoden zijn echt allebei heel veilig, maar hebben hun eigen specifieke kenmerken. Maar geen nood, we gaan jou deze nu allemaal uitleggen. De eerste methode, betalen met je kaart. Je steekt je kaart in de terminal, je voert je pincode in en betaalt. Niks speciaal, toch? Maar wat gebeurt er in de seconde vooraleer dat je betaling geaccepteerd wordt? De kaartprovider, een Visa of een Mastercard, gaat eerst bekijken of een betaling verdacht is of niet. Dit doen ze aan de hand van een algoritme dat bekijkt waar de betaling vandaan komt bijvoorbeeld, of wat het bedrag is. En als dat in orde is, gaat de bank controleren of er genoeg saldo op de rekening staat. En als dat zo is, dan komt alles terug naar de terminal en hoor je... Piep, piep, betaling geslaagd. Tweede betaalmethode is met je telefoon. Er zijn verschillende tools beschikbaar, zoals Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay. Ze zijn een klein beetje verschillend, maar ze werken allemaal met hetzelfde mechanisme. Ja, het grote verschil is dat er tokenisatie wordt toegevoegd. En dat is eigenlijk een extra beveiligingsniveau ten opzichte van betalen met een kaart. We leggen het je uit. De allereerste stap is het koppelen van je bankrekening en bankkaart aan je toestel. In ons voorbeeld gaan we Apple Pay gebruiken, maar alle andere tools zijn even goed. Om je kaart in je wallet te krijgen, moet je eerst verbinding maken met je bank-app om je identiteit te bewijzen. Vervolgens gaat Apple je gegevens controleren bij je bank en je kaartprovider. Als dat oké is, krijgt u een token toegewezen die uniek is en speciaal voor je GSM is. Deze token wordt dan vervolgens teruggestuurd en opgeslagen op je telefoon. De token is dus enkel een identificatiesleutel en bevat geen bankgegevens. Als je wilt betalen met je gsm, moet je je gsm eerst ontgrendelen met je gezicht, vingerafdruk of beveiligingscode. Dit genereert een unieke code voor deze specifieke transactie, die samen met je token naar de betaalorganisatie wordt gestuurd. Hier vindt dezelfde controle plaats als bij de kaart om je gegevens te verifiëren. En dan wordt de betaling gevalideerd. Damn! En dit allemaal wanneer ik aan de kassa sta. Wie had dat gedacht? De volgende keer dat je tante zegt dat het gevaarlijk is om met je gsm te betalen, kan je haar deze drie dingen vertellen. Nummer 1. Je bankgegevens worden niet opgeslagen op je gsm, enkel je token. Nummer 2. Tokenisatie voegt een beveiligingslaag toe, maar ook een privacylaag. Nummer 3. Als je gsm gestolen wordt en ze vinden je token, ze kunnen er helemaal niks mee. Kaart of telefoon, beide methoden zijn 100% veilig. Maar als je het aan ons vraagt, met de gsm krijg je een extra beveiligingslaag, wat altijd slim is. Oh nee, ik ben mijn kaart kwijt. Geen nood. Als je je kaart verliest, ingeslikt of verloren hebt, bel dan naar Carstop 078-170-170. Oh nee, ik ben mijn gsm verloren. Geen stress. Als je je gsm verliest, kan je altijd op afstand je kaart vergrendelen of wissen. Gebruik Find My iPhone voor iOS of android.com/find for android. Ja, en als je nog steeds zorgen maakt, kan je steeds je bank contacteren om een betaalmiddel te deactiveren. Kaart of telefoon, welke betaalmethode gebruik jij? Zet het zeker in de comments. Ja. En bedankt om te kijken. Dit was het einde van onze aflevering van TechLab. Wij hebben er hard van genoten en we zien je graag de volgende keer terug. Vergeet zeker niet te liken, te commenten en te delen. Nice, kijk goed. En welke betaalmethode gebruik je? Ik, ja, Visa denk ik, Mastercard. Ja, ja, alles een op beetje. Maar op je gsm of op de kaart? Ja, met de kaart hè. En niet op je gsm? Ja, ook. Alles een beetje eigenlijk. En jij? Wat gebruik jij het meest? Ja. Ik heb mijn gsm, dat is de hele tijd tik. Precies of er ga geen geld af van mijn rekening. Ah, mag ik die eens lenen? Ja, grappig. Jij bent nog steeds hier? Amai. We hebben anders nog andere afleveringen. Hè? Die over paasjes is echt een heel interessante. Ik mag eigenlijk niet wijzen, want ik weet niet naar waar ik wijs. Maar anyway, je kunt er naartoe gaan kijken. Allee, salut. Ik ben wel echt weg.